Even maar zo positief wel. Gisteravond was, gisteren, 21:15, kwart voor vijf, was Feyenoord tegen Rode JC. En ik heb de wedstrijd niet gezien, ik heb ook de samenvatting niet gezien. En Feyenoord won toch wel weer redelijk eenvoudig met 5-0. En een beetje aas op begin, maar toch heeft Feyenoord voor de 7e keer op rij gewonnen. 21 punten. Ook dat is fantastisch. Is Feyenoord op kampioenspad? Ze doen natuurlijk altijd mee, enigszins, wat we zeggen, mee met kampioenschap. Moeten dit jaar Feyenoord echt heel serieus gaan nemen. Ik gun het hun natuurlijk. En, Ajax ook heeft ook gewonnen, zoals je weet, 5-1. En PSV met 3-1 van Excelsior. En het is de vraag of Ajax... Over een paar weken is het Feyenoord tegen Ajax. Dan moet blijken hoe goed, hoe sterk Feyenoord echt daadwerkelijk is. Feyenoord heeft natuurlijk vorige week bij PSV gewonnen met 0-1. Gaan ze dat dan nu ook doen tegen Ajax? Het is half oktober voor mij speelt ze tegen Ajax. Maar Ajax staat in ieder geval nog steeds 5 punten achter op Feyenoord. Maar Ajax heeft er zelf geen probleem mee dat Feyenoord gewonnen heeft. Want het schijnt in de historie een voorteken te zijn dat de club die in dit geval Feyenoord 7 keer won op rij, uiteindelijk het kampioenschap moest overlaten aan Ajax. Dat heeft de geschiedenis uitgelegd en verteld. Dus wellicht dat de geschiedenis zich herhaalt en dat Ajax alsnog kampioen gaat worden. Maar dat is nog een hele lange weg. We hebben nog zo'n pak en beet 27 wedstrijden te spelen. Dus de kop is er natuurlijk al af. Het begint zich alweer vorm te krijgen. Feyenoord, PSV en Ajax strijden weer om het kampioenschap. Dat is bijna ieder jaar al zo geweest. Met uitzondering van op dat moment één dag vlieg ik wel zeggen AZ. Een paar keer kampioen. FC Twente. Dat is natuurlijk een fantastische resultaat van FC Twente een aantal jaren geleden. Maar dit keer zal het net zoals ieder jaar bijna niet anders zijn. Zeiden PSV, Feyenoord en Ajax om het kampioenschap. Nou, ik ga er weer naar uitkijken en aankomende donderdag is er weer Europa Cup League voetbal. En uiteraard ook Champions League voetbal van PSV. Maar zo positief wel. Nieuws vandaag. Tot de volgende keer.